God, heus, man! Wist je eigenlijk al als kleine jongen toen je hier terecht kwam wat je wilde gaan worden later? Ja, ik ben echt vanaf jongs af aan met elektriciteit bezig, of knopjes, alles. Ja? Bijna de hele familie zit in de techniek. En die zijn ook elektricien of loodgieter of W-technisch aangelegd. Dus. Je hebt les gehad van Harry. Ja. Wat voor man is hij? Gewoon heel rustig. Probeer de kinderen echt wat te leren. En dan niet alleen techniek, maar ook gewoon de normale omgang, hoe je met elkaar omgaat. Mm-hmm. Toen die tijd, toen ik in het derde en het vierde jaar zat, is mijn moeder heel ernstig ziek geworden. En ik heb echt wel heel veel aan Harry gehad, omdat je daar natuurlijk ook heel veel les van hebt. Ja. Hij is ook nog op de begrafenis van mijn moeder geweest. Dus dat vond ik wel heel fijn dat hij daarbij was. Ja, dan kan ik me voorstellen dat hij... Ja, weet je, dat het indruk maakt. Ja. Dat hoeft een leraar natuurlijk niet te doen. Nee, hoeft hij in principe niet te doen. Dus dat vond ik wel fijn dat hij daar was. Ja. Wat kom je doen? Ik kom jou een lekkere taart brengen. Oké. Okay. Tenminste, als je taart lekker vindt. Ja, weet jij dat, of ik dat lekker vind? Ja. Ja. Ben je verrast, Harry? Ja, ik ben verrast. Ja, ik weet niet waarom ik die taart krijg. Nou, ik kan gewoon, aannemen. Gewoon omdat je zo'n toffe peer bent, denk ik. Okay. En van taart houdt, hoop ik. Ja, jeetje. Wie heeft jou dan wijs gemaakt dat ik een toffe peer ben, Nick? Nou, ik heb een paar jaar in de klas gezeten, dus... En dacht jij van, daar moeten we taart bij hebben? Jazeker. Zeker weten. Dat is een goed plan. Nee, maar Harry, denk je dat je even gemist kan worden? Ik hoop het. Jawel, hè? Er is vast wel iemand die het even overneemt. Ja, dat komt goed. Neem ik jou mee, Harry, als het mag? Dat mag. Want ik wil je hemd van het lijf vragen. Oké. Ga je mee? Ja. Kom maar. Prima. Neem de taart ook maar mee. Hoe ben je hier terechtgekomen als docent? Ja, uiteindelijk natuurlijk gesolliciteerd, hè, zoals iedereen. Ja. Maar ik zat een tijdje zonder werk. Ik zat bij een bedrijf wat gereorganiseerd werd. Mij hadden ze niet meer nodig. Ooit heb ik mijn actes gehaald voor docent. En ik denk, ja, wat ga ik met de laatste 15 jaar doen? Mm-hmm. Nou. En hoe was dat? Wel, hè. Ik ben van oorsprong nogal gedreven. En ja, dat moet je niet willen projecteren op alles om je heen. Sommige kinderen die zijn net zo gedreven of nog veel meer. Maar anderen moet je ook op een andere manier proberen. Ja. In ieder geval een leuke tijd te geven. Ja, is dat je insteek? Dat als ze het maar leuk hebben? Dat is de basis. Als die kinderen het niet leuk hebben, gaan ze ook niets leren. Jullie werken samen met andere onderwijsinstellingen in Nijmegen. Wat is het doel ervan, van die samenwerking? Nou, het doel ervan is om kennis uit te wisselen. Mm-hmm. Hè, om te kijken van, ja, god, hoe doen jullie iets? Waarom doe je het op een bepaalde manier? Een van de scholen is ook het Mondial. Daar zit ik dan toevallig bij in een werkgroep Sterk Techniek. En wij houden ons vooral bezig met een doorlopende leerlijn. Ja, en in die zin, ik hoop eigenlijk veel meer samen te kunnen werken met allerlei onderwijsinstellingen. Maar Mondial is nu op dit moment wel actueel, ja. We staan bij het Mondiaal College, één van de 19 locaties van het EdVO Campus. Ruud, jij werkt hier. En wat doe je allemaal? Ja, ik werk hier. Het is ontzettend leuk om te werken hier. En ik ben vooral manager van een businessopleiding hier. En ja, wij proberen de leerlingen hier daar ontzettend veel contextrijk onderwijs mee te geven. Wij doen dat door de leerlingen te laten werken aan een businessprogramma. En dan zijn ze zeg maar één dag in de week bezig met alles wat met ondernemen te maken heeft. Het bijzondere is dat er dus van andere scholen leerlingen hier deze opleiding komen volgen. Dat betekent dat zij dus hun eigen school verlaten en één dag in de week hier onze businessopleiding komen volgen. Omdat ze erin geïnteresseerd zijn. Daar zijn we wel heel trots op, ja. Oké, okay. Ja. Goed om te horen. Ik ga weer terug naar Harry, want die moet nog verrast worden. Ik toch? Ja. Heb je nou weer gefixt? Limousine. Jeetje, Mina. Gaan we naar de limo? Oh. Oh jee. Wat een coole limo. Ik zeg er niks van. Vet. Maar even, Nick, waarom dit? Omdat we gewoon een hele leuke schooltijd hebben gehad. Ja. En gewoon een hele leuke leraar is. Je bent hem echt heel erg dankbaar, hè? Jazeker. Dus ja. Is hij een beetje een held voor je? Ja, op zich wel, ja. Op zich wel. Op zich. Oh, zo lekker nuchter ook. Zo Nick, lekker man. Nuchter. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten lekker samen gaan rijden. Is goed. Ga Nick, maar lekker erin. Jij maakt de deur open. Klets lekker bij. Ik
weer niet mee. Doei! God, huis, man! Ach, jongen, jongen! Niets te veel, niets te veel, jongen! Mooi, hè? Jongen, toestandig! Ja, wat een verrassing, joh! Ben je de hele dag aan het rondrijden? Ik ben de hele dag aan het rondrijden. Hé, hey, maar niks te veel, Harry, hè? Dat zie je wel, hè? Ik zeg niks. Kom je mee zitten, Nick? Ja. Hé, hey, Harry. Dit is wel goed, hè? Heel plek. En als het goed is. Jongens, man. Goed geluid! Harry, proost, Harry, proost op de helft van het onderwijs. Dankjewel. Dankjewel, Nick. Proost. Proost. Proost.